Bijna alle grote partijen trekken in hun verkiezingsprogramma extra geld uit voor de bereikbaarheid. Over de weg, het spoor en het water. Van GroenLinks met bijna 1 miljard euro tot 200 miljoen euro voor de SP. Alleen CDA en PVV trekken hier geen extra geld voor uit. Het is heel belangrijk dat we de komende jaren doorgaan met heel veel investeren. Er zit ook heel veel geld in de potten. We hebben de afgelopen jaren tussen de 6 en de 8 miljard per jaar uitgegeven aan infrastructuur, dus wegen en spoor. En wat de VVD betreft gaan we de komende jaren extra investeren, nog eens 0,5 miljard erbovenop per jaar, vooral in de wegen. VVD en CDA zien de oplossing vooral in het aanleggen van nieuwe wegen. Meer asfalt dus. Van de PVV weten we het niet precies. De 4 andere partijen willen vooral investeren in het openbaar vervoer. Tot 2030 investeert GroenLinks 11 miljard in het spoor en in het openbaar vervoer. Ik denk dat dat een hele slimme keuze is. We moeten er namelijk voor zorgen dat Nederland mobieler wordt en dat het openbaar vervoer veel beter wordt. Veel beter dan dat het nu is. Wat we gaan doen is investeren in het openbaar vervoer. En flink ook de komende tijd. Maar ook zorgen dat we het gebruik van auto's belasten in plaats van het bezit. Dus dat betekent dat je meer vraagt per gereden kilometer en dat je dat teruggeeft in lagere motorrijtuigenbelasting. De voorstanders van dit soort kilometerbeprijzing hebben allemaal heel verschillende plannen. De tegenstanders zien de oplossing voor de files vooral in het aanleggen van wegen.